vermoedelijk bewusteloos, dat weet ik niet. Het bewustzijn kan controleren. Ik moet dat kunnen van beide kanten. Want gauw, als het slachtoffer van mij wegkijkt, nu in dat geval, draai ik het slachtoffer naar mij toe. Kijkt hij naar mij toe, moet ik van mij wegdraaien. Maar vooral eer dat ik dat doe, veiligheid, bewustzijnscontrole, dat is mogelijk. Hier ben ik wel een klein beetje in het nadeel, ik ga niet naar daar lopen. Karel, en je reageert niet. Ja? Goed, ademhalingscontrole, dat is al wat moeilijker. Ik moet zo weinig mogelijk tijd verliezen. Goed, wat moet ik doen? De arm 1, zijn benen over elkaar. Weet je nog wat je moet doen? Ik kijk van mij weg. Ik kan dat onthouden met die benen. Ik kijk van mij weg. Als hij naar mij toe kijkt, pak hem niet en leg ik hem naar mij toe. Onthoud. Ik kijk van mij weg. 2, de arm. Ik moet hem naar mij toe draaien. Goed, dat is belangrijk dat die arm, naar waar ik hem moet draaien, zo recht mogelijk ligt. Ja? Dan, ik ondersteun, als ik met 2 zeg, als er bij iemand kan helpen, ja, dan ga ik dat hoofd pakken om te draaien. Ik ben moederziel alleen. Ja? Dan is het belangrijk dat ik dus die nek heel goed ondersteun. Ik weet dat zijn vrouw goed kan naaien, dus pak ik hier vast wat ik kan vastpakken, behalve zijn vel natuurlijk. En ik draai het slachtoffer naar mij toe. Belangrijk dat dat hoofd uiteraard niet tegen de grond botst. Ja? Is er iemand die dat hoofd kan meedraaien, is dat nog beter. Karel, dan ga ik weer terug naar dat. En kijk naar dezelfde kant.